Sinds het ontstaan van onze parochie in 1464 heeft Rukven verschillende kerken gehad. Na de Vrede van Münster in 1648, toen alle kerkgebouwen in handen van de protestanten waren gekomen, hielden de Rukvense katholieken hun diensten zelfs in schuurkerken. In 1809 kreeg Rukven een nieuwe kerk, de Lodewijkskerk, die tot 1933 dienst heeft gedaan. Op 5 februari van 1932 werd Jos van Gastel benoemd tot pastoor van Rukven. Hij maakt al snel werk van de bouw van een nieuwe kerk, de Martinuskerk. De Martinuskerk werd gebouwd in 1933 naar een ontwerp van architect Johan Berben. Tot 27 oktober 1944 heeft de nieuwe kerk eruit gezien zoals op deze schets. De eerste steen voor de nieuwe kerk werd op 11 november 1932 gewijd en gelegd door bouwpastoor Jos van Gastel in het bijzijn van een heleboel genodigden en al zijn misdienaars. Aan de linkerkant van het priesterkoor is deze eerste steen nog steeds te zien. De bevolking van Rukven heeft een belangrijk aandeel gehad in de bouw van de kerk. Veel van de bouwmaterialen kwamen uit ons dorp en bovendien was bij de aanbesteding afgesproken dat tenminste de helft van de werklieden uit Rukven moesten komen. De nieuwe Heilige Martinuskerk werd op zondag 18 juli 1933, na een bouwtijd van slechts 8 maanden, plechtig in gebruik genomen. Overigens is onze kerk niet ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. Daarover vertellen we echter meer in het filmpje over de toren. Onze kerk is een mooi voorbeeld van het werk van Johan Berben, die ook de Sint-Jan de Doperkerk in Hoeve en een aantal helaas gesloopte kerken in Breda ontworpen heeft. Berben ontwierp de Martinuskerk zonder zuilen. De kerk heeft daarom een ingewikkelde monumentale kapconstructie, waardoor alle bezoekers een goed zicht op het priesterkoor hebben. Mede hierdoor is de Martinuskerk een rijksmonument. Bij zijn zilveren priesterjubileum kreeg pastoor van Gastel onder andere een wandschildering aangeboden. Deze schildering, voorstellende het laatste avondmaal, is nog steeds te bewonderen en het werd destijds geschilderd door de bekende kunstenaar Johan Colet. Er is in de kerk nog meer te bewonderen, zoals verschillende schilderingen, beelden, reliefs en keramieken. We geven enkele voorbeelden. Er zijn meerdere reliefs gemaakt door Leo Jungbloed te zien, zoals de aan de wand bevestigde reliefs van de heilige Antonius en pastoor van Arts. Ook dit missiekruis uit 1865 valt in onze kerk te bewonderen. En we hebben ook nog deze schildering van de heilige Blasius eveneens geschilderd door Johan Colet. Deze afbeelding uit keramiek van de heilige Aloysius is ook het bekijken meer dan waard. In de Mariakapel hangt een icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Heel bijzonder is ook het schilderij van de heilige Martinus, de patroon van onze kerk. We weten niet precies hoe oud het schilderij is en ook niet wie het geschilderd heeft. Archiefgegevens wijzen echter uit dat het aan het eind van de 17e eeuw geschilderd moet zijn. In de vorige Lodewijkskerk had het schilderij een plaats achter het hoogaltaar. Nu hangt het rechts van het altaar. In 2014 zijn de pastorie tuin en het kerkhof verkocht aan de gemeente Rukven. Van de opbrengst heeft het toenmalige parochiebestuur de restauratie en de verbouwing van de heilige Martinuskerk bekostigd. De kerk kan nu weer jaren mee. Inmiddels is de Martinusparochie gefuseerd met de andere parochies in onze gemeente en vormen zij samen de Sint-Franciscusparochie.